Ja, ondanks alles, toch een fijn feestje. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Terwijl de ene zaak is afgehandeld, dient de volgende zich alweer aan. Deze heren vragen om aandacht en die kunnen ze krijgen ook. Patrick vraagt het kenteken op. Een kenteken, de 7-5, een grijze Ford Fiesta over. De ramsignalering en de begindatum van de aansprakelijkheid is van 23.12 van het vorige jaar. Wat heb je ervan als je aandacht vraagt? Ja, als je aandacht vraagt, kan je het krijgen. Die kennen wij één keer voor het handelen in softdrugs en is in het bezit van de geldige Brabant. Ja, maar dus geen verzekering. Gaan we zo even aan de kant zetten, dankjewel. Stop vooraan. Zijn linker rem ligt zo kapot. Ja. Hoi, ik ga me voorstellen, Patrick, verkeerspolitie. Zet heel even je motor uit als je wil. En deel die rijbewijs heb je erbij. Heb ik bijna. Dan zou ik die graag even willen inzien. Is het een 8 minuten controle? Nee, we hebben je kenteken gecontroleerd. Mede omdat je passagier heel erg zat te schreeuwen en aandacht wilde. En het blijkt dat je auto niet verzekerd is. Hij is wel verzekerd, hè? Nou, nee. Niet volgens ons systeem in ieder geval. Dat betekent wel dat je proces verwaald krijgt en niet meer verder mag rijden. Als jij ervan overtuigd bent dat hij wel verzekerd is... Ja, ik ben er zeker van overtuigd. Dan kun je via een artikel 34 WAN-procedure... kun je zorgen bij je verzekeringsmaatschappij dat je een verklaring krijgt... dat hij op dit moment wel verzekerd was. Mm-hmm. En dan kun je dus daarmee in beroep gaan. Alleen zoals wij het nu kunnen controleren... is je bij de RDW niet aangemeld als zijnde verzekerd. Je hebt hem al vanaf december. Ja. Dus hij had al lang verzekerd kunnen zijn of in het systeem kunnen staan... maar als je niet verzekerd bent, mag je ook niet verder rijden. Maar wacht, als we nu een andere verzekering tijdelijk aansluiten, kunnen we dan wel verder rijden? Nee, want hij is, nog steeds niet, aangemeld. Op het moment dat je straks weer gecontroleerd wordt, ja, en hij staat nog steeds niet in het systeem, ja, dan wordt er weer een boete voor je opgemaakt. En sterker nog, dan kunnen de collega's die op dat moment staande houden zelf besluiten om je auto in beslag te nemen. Dus ik zou dat risico niet lopen als ik jou was. Nee, is goed, ja. Dus... Oké, hey, ondanks alles. Fijn weekend. En nee, ik zou niet meer zo schreeuwen uit de auto als ik jou was. Want als je aandacht wilde, krijg je dit soort aandacht. En dan zie je, voor je het weet, dan... Kijk, dan zie je hoe het afloopt. Ja, dat is waar. Toch? Yes. Oké, fijne dag. Deze Ford-bestuurder mag niet verder rijden totdat zijn voertuig WA is verzekerd. De boete wordt bepaald door de officier van justitie en bedraagt waarschijnlijk zo'n 400 euro.